Wat vond je ervan om te praten en te schilderen over oorlog en vrede? Ik vond het heel erg interessant en ook wel leuk om te doen. En ik vond het ook leuk om te schilderen en te tekenen en erover te praten. En het was ook heel erg interessant. En was het interessant omdat je een beetje meer ging nadenken over die dingen? Ja, en ook omdat we ook gingen vertellen en zo. En wat vond je ervan om ook de ideeën van de anderen te horen? Dat vond ik ook wel leuk om te horen. En zo kreeg ik zelf ook weer ideeën. Precies. Ja, je voedt elkaar. Ja. Ja. En neem je iets mee in zeg maar, je dagelijks leven hiervan? Ja. Dan denk ik er ook over na. En dan ga ik het ook zelf tekenen en zo. En misschien als je dingen ziet die er gebeuren, dat je daar ook iets mee kan? Ik had ook zo'n boekje gekregen. Maar die ben ik vergeten om mee te nemen. Ja, nou, dat voor een andere keer. Of je kan hem gewoon bij je houden, want dan kan je altijd voor jezelf die dingen opschrijven. Want schrijven is ook inderdaad belangrijk om gewoon over dingen na te kunnen denken en weer terug te zien. En hoe denk je dat, want jij zit op een vreedzame school. En hoe denk je dat dit helpt aan het idee van een vreedzame school? Gehaald! Leuk. Hoe denk je dat kunnen die dingen met elkaar samen? Ja. En we kunnen het ook op school vertellen en zo. En misschien kan het ook helpen. Ja, dat je wat dieper in de materie gaat. Dat je wat dieper ingaat op wat oorlog en vrede is. Dus ja. Zou je dat samen met het Vreedzame School willen doen? Ja. Ja? Heel graag. Cool. En dat is al bij je. Ik heb het over maken. Ja, super.